Dames en heren, wat mooi dat jullie erbij zijn bij weer zo'n nieuwe Egbert Reacting. De laatste tijd hoor je steeds meer over nepnieuws. Het is altijd al een beetje een ding geweest, maar zeker nu er eindelijk een vaccin is voor het coronavirus, hoor je steeds meer een soort tegengeluid van mensen die zeggen, nee, ik ga me niet laten vaccineren, want ik wil niet dat Bill Gates mij kan tracken. Met 5G. Er wordt veel van het nepnieuws natuurlijk verspreid via Facebook. Maar ik vroeg me af, waar komt al dit nepnieuws vandaan? Waar haalt deze comedian zijn feiten over het coronavirus en over vaccins vandaan? Toen ging ik begin deze week wat scrollen op Facebook. En toen kwam ik er één achter dat een hoop mensen waarmee ik op de basisschool heb gezeten ook coronagekkies zijn geworden nu. Wat, ja, toch een beetje pijnlijk is om te zien. Ook wel heel grappig. En na lang scrollen kwam ik een website tegen. En op deze site kan je alles vinden. Het is niet normaal. Het is een soort van gebrabbel vermomd als nieuwsnetwerk. Laten we vandaag naar een paar van die websites kijken. Een beetje lachen met z'n allen. En ook een beetje bang worden over het feit dat er honderdduizenden mensen zijn in Nederland die deze onzin geloven. Hier is A 9 for News. Vrij en onafhankelijk nieuws. Het is niet alleen vrij, het is niet alleen onafhankelijk, het is het allebei. Je hoeft niet heel lang te scrollen voordat je al soort van twijfelachtige berichten ziet. Hier zijn allemaal mensen die zijn overleden door het coronavaccin. Maar hier bijvoorbeeld mondkapjes beschadigen kinderen. 68% van de ouders meldt alarmerende klachten. Dit klinkt heftig. Laten we even kijken naar wat dan precies de bijwerkingen zijn van een mondkapje. Het ging erbij om onder andere irritatie, hoofdpijn, concentratieproblemen, minder gelukkig voelen. Wat? Welk onderzoek is dit? Oké, hoe gelukkig voel je je nu? Ja, ik voel me wel gelukkig nu. Hoe gelukkig voel je je nu? Ja, iets minder. 50% van de mensen voelden zich minder gelukkig door het mondkapje. Het lijkt erop dat duizenden kinderen lijden omdat ze een mondkapje moeten dragen. Of hierdoor mogelijk zelfs last krijgen van gezondheidsproblemen. Laten we één ding even heel duidelijk maken. Als jouw kind een stukje stof voor zijn mond niet kan verdragen, dan was hij al kapot. Dat is... Mag je dat zeggen? Dan komt het mooiste, want deze website is niet alleen corona-waanzin. Je hebt hier namelijk, als je op de homepagina staat, populaire artikelen. En dat zijn de populairste artikelen die zij op hun website hebben. Wetenschappers vinden bewijs voor leven na de dood. We weten het eindelijk, jongens. Het antwoord op de vraag, wat komt er na de dood, is blijkbaar een leven. Meer leven. Wetenschappers hebben ontdekt dat het bewustzijn kan blijven voortbestaan als het brein volledig is uitgeschakeld. Tijdens een grote medische studie naar bijna doodervaringen 2000 mensen bestudeerd die een hartstilstand kregen. Ze ontdekten dat 40% van de mensen die een hartstilstand hadden overleefd kon waarnemen in de periode dat ze klinisch dood waren. Dus in dit onderzoek hebben ze mensen ondervraagd die een hartstilstand hadden. Hebben ze gevraagd, hey, hoe was dat voor je? Was dat chill of niet? Ja, was oké. ik zag een licht of zo. Daardoor zegt deze website nu, nou, is leven na de dood. Dat kan niet anders, toch? Als deze mensen, ze gingen bijna dood. Is hetzelfde. Als je op de homepagina zit, heb je naast de webshop ook hier de categorieën. En als je daar met je muis overheen gaat, dan kom je toch mooie dingen tegen. Want hier zijn alle categorieën waar ze nieuws over hebben op deze website. Hier is bijvoorbeeld archeologie, dat is wel leuk. Bewustzijn, spiritueel. Binnenland, oké, buitenaards. Chemtrails, graancirkels, het complot, kruidenvrouw, new reality shows, paranormaal, propaganda, UFO, vrije energie en het universum. Ze hebben hier nieuwsartikelen over het universum. Nah, dat is ziek. Laten we even kijken bij buitenaards. Ik ben erg benieuwd. Israëlische oud-ruimtebaas. We hebben al jaren contact met aliens. Het CDA is een virus. Oh nee, oh. Ik dacht dat het over aliens ging, maar nu zijn we weer bij het CDA beland. Fuck. Trump, wat weet ik over aliens en Roswell? Het is heel interessant. Heel interessant. Studie. Melkweg huisvest meer dan 30 actieve buitenaardse beschavingen. Volgens de onderzoekers zijn er op dit moment minstens 36 intelligente beschavingen in de Melkweg die geavanceerd genoeg zijn om radiosignalen te versturen. Oké. Dit is van de Independent. There could be more than 30... Could be. Hallo. Could be. Dat is er kunnen. Hier staat Melkweg huisvest meer dan 30 actieve buitenaardse beschavingen. Punt. En hier staat er zouden kunnen. Ben ik geklikbait? Ben ik net geklikbait? Hallo? Wie maakt deze shit? Robin de Boer heeft economische geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is sinds juni 2014 werkzaam als hoofdredacteur van 9 for News. Economische geografie?
Wat heb je geleerd hoe duur bergen zijn? Ja, stel dat je de Mount Everest wil kopen, dan heb ik daar dus een HBO-studie in gedaan. Oké, Robin. Blijkbaar is een studie economische geografie dus goed genoeg om nepnieuws te kunnen verkondigen. Laten we even kijken wat deze man nog meer gemaakt heeft. Robin de Boer. Hier is zijn LinkedIn. Hoewel schrijven mijn passie is, ben ik van het huis uit geograaf. En ik heb inmiddels ruim 7000 nieuwsartikelen op mijn naam staan. Maar is dat hoe het werkt? Kan je dat zomaar doen? Kan ik nu een WordPress website maken en zeggen dat het een nieuwsplatform is en daar dan gewoon troep op publiceren en dan zeggen, ja nee, ik heb meer dan 1000 nieuwsartikelen op mijn naam staan. Even laatste categorie nog, laatste categorie. Paranormaal! Hallo! Paranormaal! De Amerikaanse school doet boeken van Harry Potter in de ban. Roepen ze boze geesten op? De boeken? Of de school? Telepathie bij mensen en dieren is 100% echt. Nou, je hoort het. Telepathie is echt. Opeens. Ik ga nu proberen met jullie te communiceren dat je nu moet abonneren op dit kanaal. Check dit. Ongelofelijke voordelen van buitenzintuigelijk waarnemen. Oké. Okay. Waar we het over hebben is het welbekende zesde zintuig. Iedereen heeft dat zesde zintuig en jij dus ook. Helderziendheid, helderhorendheid. Wat? Telepathie, remote viewing, mijn computer kan dat, en zelfs telekinese. Ja, al eeuwenlang weet men dat er meer is dan hetgeen wat we kunnen waarnemen met onze 5 fysieke zintuigen. Maar waarom kun je die buitenzintuigelijke signalen niet gemakkelijk waarnemen? Het antwoord op die vraag is dat die signalen heel zacht zijn en jouw innerlijke drukte, ruis of herrie of hoe je het ook noemen wilt en waar je zo enorm aan gewend bent, deze zachte signalen overschreeuwt. Je kan namelijk leren, ook op latere leeftijd, die noodzakelijke stilte in je hoofd te creëren. Het idee is dat je gaat mediteren of zo. En als je gaat mediteren, dan opeens kun je de toekomst voorspellen en dingen bewegen met je brein. Download, ontwikkel ESP hier. Je kan ze hebben gewoon een brochure. Kijk dit! What the fuck? Meld je nu aan op de nieuwsbrief en je krijgt een sessie diepe ontspanning gratis. Dit is een konijnenholletje. Oh man. Ontwikkel ESP. €50? Je kan de toekomst voorspellen voor altijd voor de rest van je leven voor maar €50. Al na enkele keren kun je jouw eerste resultaten verwachten, zegt deze man. Kijk al onze sessies. Chakra healing. Ik heb wel zin in een beetje chakra healing. Oké. Dus het healen van je chakras kost wel €70. Ja, dat is wel heftig. Ik wil wel dingen kunnen bewegen met mijn brein, zeg maar. Maar mijn chakras zijn aardig vies. Meer dan 164.000 mensen deden onze sessies. Wie trapt hierin? Wie ziet dit en denkt, ja, Uri Geller kan het ook, dus. Nee. Oké, laten we nog één laatste categorie kijken. Het complot. Niet over wat of zo, het is gewoon algemeen complot. Theatermaker George van Houts durft het aan om vraagteken te zetten bij het officiële verhaal over 9-11. Oh nee. Het complot is gewoon een 9-11 categorie. Schokkend onderzoek. Er is absoluut niets geks aan complottheoretici, concluderen deze Australische wetenschappers. Een soort van wij van wc-eend. Ik ben een complotdenker en ik vind dat complotten helemaal niet zo gek zijn eigenlijk. Klik hier en zeg nee tegen een coronavaccinatie door middel van t-shirts, sweaters, mokken, etc. Hoe werkt dat? Oh, welkom in de 9for News webshop. Oh nee. Liever een wappie dan voor lol met een mondkappie. Liever een wappie dan in ademnood door een mondkappie. Oh, deze mensen. Zulke fragiele zieltjes. Wat goed. Ze hebben zoveel. Holy shit, kookschort, hè? Je kan een kookschort kopen met een anti-corona boodschap erop. Coronavaccinatie over mijn lijk. Oh, dit is genieten, hè? 1,5 meter social distance, de lengte van Rutte's neus. En hier is dan Pinocchio Rutte. Oké, ja. Stretching. Een klein beetje stretching. Maar oké, nice. Welkom in de dictatuur Nieuw-Korea. Het Nederland dat na 75 jaar de vrijheid verloor. Als jij tijdens een toespraak nog steeds met 2 pannen tegen elkaar aan kan gaan slaan naast de Tweede Kamer, welke vrijheid wil je nog meer? Wat? Even ter vergelijking. Hier zijn wat plaatjes van mensen die geen vrijheid hebben. En hier zijn wat plaatjes van wat deze mensen bedoelen. Beter een dwarsdenker dan een schaap. Ja, oké. Nieuw normaal, abnormaal. Hey, dat is zo'n. Die zit erin. Dat is zo'n. Kobe. Dat is zo'n inkoppertje dit. Waar zijn die aliens als je ze nodig hebt? En het is allemaal op keukenschorten. Kijk hoeveel producten er zijn. Hoesjes, iPhone hoesjes. Hallo. Ik ben wel bang dat Bill Gates me trackt met het coronavaccin. Maar ik heb ook een soort corona-gekkie iPhone hoesje. Voor mijn iPhone. Waar de GPS altijd op aanstaat.
Oh, hier is ook nog... Je kan de merch sorteren op onderwerpen. Hier is alle onderwerpen. Maatschappij-kritische onderwerpen. Designs met een knipoog. Oh, die wil ik wel even zien. Human Evolution. Homo Erectus. Homo Neanderthal. Homo Sapiens. Homo Corona. Homo Corona? Dit is ook het enige design met een knipoog die ze hebben. En je kan het zelfs voor je hond kopen. Welke mensen kopen dit? En waarom is het... Deze is uitverkocht! Witte print op voorkant, vrouwen cropped hoodie, uitverkocht! Wie heeft dit gekocht? Wie heeft alle Human Evolutions design met een knipoog opgekocht? Ik denk dat we binnenkort op stream nog wat verder gaan kijken naar deze website. Want het is echt... Het is een konijnenholletje. Het is eigenlijk te veel om te behandelen in een video. Dus ik hoop jullie daar te zien op twitch.tv/EgbertLive. Hier is de toffe content die je mist. We zijn sowieso elke dinsdag, donderdag en zondag vanaf 8:30 live. Ik hoop jullie daar te zien. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie een mooie video vonden. Laat even in de comments achter welk nieuwsartikel jij nog gevonden hebt op deze website. Op een andere website. Er zijn vast meer nepnieuwswebsites. Als je deze hele video hebt afgekeken en je denkt... Hé, maar wacht eens even. Je hebt net alles waar ik in geloof totaal de grond in gestampt. Laat het ook maar weten in de reacties. Dankjewel voor het kijken. Volgende video gaan we kijken naar een paar van die Nederlandse volkszangers. We'll be right back.